bent een van de gelukkigen die sinds hele lange tijd weer met een tram over de Ferdinand Bol kan, hè? De tweede tram door de Ferdinand Bol, ja. Ja, met een museumstukje. Ja, maar hoe bijzonder is dat? Het is wel een moment dat er weer een tram kan rijden hier. Ja, dat is nogal wat. Het is zeker een bijzonder moment, want 14 jaar geleden was het voor het laatst dat tramlijn 24 door de Ferdinand Bolstraat reed. In 2003 begonnen de bouwwerkzaamheden rond de aanleg van de Noord-Zuidlijn. En sindsdien was het stuk tussen de Centuurbaan en de Albert Cuypstraat afgesloten en veranderde het in een overlastgevende bouwput. Dus de bouwput wordt weer ingeruild voor een tram. Ja, ja. De bouwput loopt ook onder onze woning door. Dus we hebben van allerlei mogelijke manieren te maken gehad met de Noord-Zuidlijn. Maar ik ben blij dat deze weer loopt. Krijg nu dus weer het geluid van de tram terug. Ja, het gepiep als ze de bocht omrijden en zo allemaal. Weer als vanouds. Ja. Het was te stil eigenlijk. Ja. Ja. Meneer, u gelooft uw ogen ook niet zeker? Dat geloof ik zeker niet. Maar 24, proefrietje, hè? Ik heb hem net vandaag zien komen. En wat ging er door u heen? Ik denk, oh, rijdt hier weer een tram? Ja. Het is dus de bedoeling om alle richtingen te testen. Dus bij de Centuurbaan, daar liggen bogen linksaf, rechtsaf, de straat in, de straat uit. En die moet je allemaal een keer gereden hebben om te weten dat het allemaal goed gaat. Ja. En hoe gaat het tot dusver? Tot nu toe geen enkel probleem ontdekt. Bovenleiding hangt er prima bij.